Dit zijn de eerste maten van de cavatina, die ik zo'n 2 jaar geleden geschreven heb voor het muziektheaterstuk Brieven aan Diego. Deze voorstelling gaat over het leven van Christopher Columbus, die aan het eind van zijn leven openhartig zijn zoon Diego schrijft over zijn mislukkingen, over zijn successen en over het Spanje van 1492. De cavatina handelt over een scène in deze voorstelling, wat gaat over het verdrijvingsedict. In 1492 werd in Spanje ook een verdrijvingsedict van kracht, wat zei dat vanaf 3 augustus 1492 zich geen Jood meer op Spaans grondgebied mocht bevinden. In deze cavatina heb ik een sfeer van verdriet en pijn willen weergeven, wat symboliseert wat deze vluchtende mensen doormaakten. Al is het moeilijk natuurlijk om zo'n concept goed te vangen. Maar het bijzondere is ook dat Christopher Columbus met zijn kleine vloot van 3 schepen ook op 3 augustus 1492 vertrok. En wat uiteindelijk de grote ontdekkingsreis van Amerika zou gaan worden. Ik speel nog een gedeelte uit het middendeel en ik hoop u te zien op 13 september aanstaande op de Open Monumentendag. Dan zal ik dit spelen in de Dorpskerk te Woudenberg en daarbij is ook het kleinkoor Laetare onder leiding van Johan Timmer aanwezig en nog diverse andere muzici. Ik hoop tot dan.